Hallo mensen, dit is Mr. Dutch Gamers en vandaag ga ik even een tutorial doen. Die tutorial heb ik zelf ook wel hard nodig gehad, zeg maar. Want ik doe ook het een en ander met programmeren en programma's en ik wou een splash screen maken met ronde randen. Ja. En ik heb wel Photoshop op mijn computer staan, alleen dat vond ik nog een beetje te ingewikkeld, dus ik wou het met Paint.net doen. En echt veel kon ik er niet over vinden op YouTube. Maar ik heb wat gevonden op internet. En dat ga ik nu even in een tutorial doen. Dit is de foto waarvan ik de ronde randen wil gaan doen. Dan wil ik bijvoorbeeld dit doen. Dan de rest allemaal skippen. Dus transparant maken. En nou, laten we meteen maar beginnen met Paint.net te openen. Oh. Ik wil hier een pijltje doen. Paint.net. Die open je. Dan. Als het goed is, opent hij gewoon. Het kan even. Ja, daar komt hij. Oké, mooi. Oké, nou, dan heb je je foto. Dan ga je een nieuwe layer toevoegen. Doe je layers. Add layer. Oké, dat is klaar dan. En nu moet je bij de tools. De Round Rectangle Tool selecteren. En dan vanaf hier, dus naast de tool, dan doe je Draw Fillet Shape. Deze, Draw Fillet Shape. Nou, dan, ga je nu slepen over hetgene wat je wilt zien, zeg maar. Waarvan de rest weg is. Dus ik wil dit zien. En de rest niet. Dat is dan klaar. Dan ga je weer naar Tools. Dan ga je naar Magic Wand. En dan selecteer je het gebied buiten dit zwarte vlak. Deze dus. Dan ga je naar Edit. Invert Selection. Dan doe je Layers. Delete. Nou doe je weer edit en weer invert selection en je drukt op de delete knop op je toetsenbord. Zo makkelijk is het. Alleen nu denken mensen, oh, ik ga hem even opslaan als deze ronde randen. Oh, rond vier randen. Nou ja, in ieder geval moet je opletten wat er nu gebeurt. Het is toch hartstikke lelijk. Je hebt een wit iets eromheen. Hoe repareer je dat? Deze ga ik even verwijderen. Hoe repareer je dat? Je gaat naar File. Je gaat naar Save As. Doe de ronde randen. Maar als extensie doe je PNG. En dan oké. Saving. Et voilà. Geen wit aan de buitenkant. Ik ga het wel eventjes opnieuw doen, zodat jullie het gewoon weer opnieuw kunnen zien. Deze doe ik weg. Je opent een plaatje. Je gaat naar Tool. Je gaat naar... Je gaat naar Layers. Je gaat naar Add New Layer. Dan ga je naar Tool. Dan ga je naar Round Rectangle. Dan ga je hier naartoe. Doe je Draw Fillet Shape. Dan sleep je wat je wilt zien. Dat heb je dan gesleept. Dan ga je naar Tool, dan Magic Wand. Dan sleep je, of dan sleep je. Dan klik je aan wat je niet wil zien. Dus dat is buiten dit vak. Doe je zo. Dan is dat geselecteerd en het vak niet. Doe je Edit. Invert Selection. En dan wordt het vak geselecteerd en dit niet. Dan doe je layers, dan doe je delete layer. Dan wordt het geselecteerd waar net dat ding was. Dan doe je edit, doe je weer invert selection. En druk je op de delete knop. En nou heb je alleen dat met ronde randen. Ik hoop dat jullie dit kunnen begrijpen. Om het maar even zo te zeggen. En
Paint.net, daar kan je heel veel dingetjes in doen. Het is een heel, hoe noem je dat? Heel meervoudig programma, om het maar zo te zeggen. Heel geavanceerd programma. Het is makkelijk, maar aan de ene kant is het ook moeilijk. Nou ja, moeilijk niet echt, maar je snapt wel wat ik bedoel. Je kan er veel dingen mee doen en het is niet altijd even makkelijk om te doen. Nou, window. Het is niet altijd even makkelijk om te doen. En, nou, ik hoop dat jullie veel aan deze tutorial hebben gehad. En see you later.